Goedenavond. Goedenavond. Mark, twee friet met. Voor wie? Voor John Karelsen, oud-trainer van NAC en... Oud-keeper van NAC. Oud-keeper van NAC. Oké, komt eraan. Als je naar mij dit item doet, dan moet je het eigenlijk grote frietstoofvlees mayonaise met een frikandel speciaal en een beerklauw met steesaus noemen. John, om eventjes met de deur in huis te vallen. Wat een drama, jouw oude club NAC. Hoe komt dat? Ja, als je dat weet, dan was de oplossing nu al voor elkaar. Maar ja, het heeft natuurlijk wel een beetje met verschillende dingen te maken. Met wat voor spelers er zijn gekomen uit Engeland en wat er is gehaald. En ja, je hebt ook niet alle geluk gehad natuurlijk met diverse dingen, met keepers bijvoorbeeld. En kijk, het gaat niet slecht en dan is iedereen loeikwaad. En terecht. En iedereen gaat zich ermee bemoeien. Ik ook, dat zeg ik heel eerlijk. Alleen op een gegeven moment komt dat ook weer bij elkaar dan. Weet je niet, van ja, we zijn kwaad, maar we gaan nu met z'n allen gewoon volle bak ervoor. We gaan achter het team staan en er komt ook weer, daardoor komt ook weer wat los. Want er moet wat gebeuren. Kijk, directie en aandeelhouders die zijn ook wakker geschud nu, denk ik. Hè? Want er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Wat? Nou ja, ik vind dat ze met meer lef moeten voetballen. Ik denk dat er ook al in, maar dat kan pas denk ik in de winterstop, een kwaliteitsinjectie zal moeten komen. Je hebt te weinig kwaliteit deze selectie? Nou, kijk, dat vraag ik mij ook af. Dan krijg je spelers van Manchester City. En als ik die vergelijk met vorig jaar, dan zijn die naar mijn inziens van mindere kwaliteit. En je krijgt er ook minder. Daar zit het probleem in. Ja, maar dan denk ik ook van, waarom is dat? Ja. En leg dat gewoon uit. Er is misschien wel een hele billijke reden voor, hè? Verantwoordelijk is Hans Smulders, de technisch directeur. Moet hij eruit? Nou, kijk, Hans heeft ook goede dingen gedaan, hè? De jeugdopleiding loopt al een tier hier, volgens mij. Ik denk dat hij ook wel weet dat er wat moet gebeuren nu. Ja. Omdat het, maar ja. Krijg jij die kans nog om dat aan te doen? Of zeg jij van nee, kans verkeken? Ja, dat hebben we zo vaak gedaan. Kijk, iedereen roept ook over Mitchell dat hij weg moet. En dan? Mitchell, de trainer, ja. Ja, ik denk. Ik zie op dit moment dat hij er niet zoveel mee opschiet. Nee. Kijk, en, iedereen moet wel wakker zijn. Dat er wel wat moet gebeuren op allerlei vlakken. Ik vind ook dat, kijk, als je aandeelhouders hebt bij een club, in andere landen is het zo dat aandeelhouders zo'n club overnemen. Die investeren dik in de club, de club wordt daar beter van, wordt een grotere club, een betere club. En die kunnen dan hun aandeel eventueel weer voor meer verkopen. Ja. Ik vind, als ik aandeelhouder zou zijn, als enige aandeelhouder, hè, en ik had dat geld, en dan zou ik... in de club investeren, zodat het een betere club werd. En dat je eindelijk eens constant in de andere linkerhelft van de competitie eindigt. In plaats van constant... want ja, daar ben je toch, daar koop je een club voor. Ja. Maar goed, die drie... die zijn kapitaalkrachtig genoeg om iets te kunnen betekenen vanaf denk ik. Weer om twee. Dat gaat een stukje beter, hè? In Tilburg. Ja, goede trainer. Aardig Koster. Ja. Als we kijken naar Willem II. Ja, volgens mij zijn ze nu al in hun handen aan het wrijven. Als we naar Frenkie de Jong kijken. Barcelona willen hebben. Real Madrid willen hebben. Ja, hij zit bij Ajax nou, maar zij gaan vanwege de opleiding daar nog flink geld aan verdienen. Ja. Volgens mij dansen ze de Polonaise op tafel daar. Ja, het is natuurlijk altijd lekker dat je zo'n speler hebt opgeleid. Natuurlijk met Van Dijk ook gehad. En dat zou weer flink geld opleveren natuurlijk. Dat, maar het brengt wel rust denk ik in zo'n organisatie. Als je dat in je achterhoofd hebt, van nou, er komen er misschien wel miljoenen aan. Ja, maar het ligt er ook een beetje wat ermee gebeurt. Hè. Dat weet je natuurlijk ook niet. Nee, dat is waar. Kijk, als er een paar miljoen richting Tilburg gaat en er wordt echt in de spelersgroep geïnvesteerd. Dan denk ik van dat is het. Ja, dat zou jij doen. Ja, dat zou ik doen. Maar goed, misschien wordt er al in schulden gedouwd. Of, ja, dat weet je niet. En dan PSV, die van Bommel.
Nou, die maakt op mij in ieder geval een hele goede indruk. Ja. Jij ook? Ja. Ik vind hem heel goed overkomen naar buiten toe. Ja. Ik was sowieso wel een fan van hem, want het was natuurlijk een... ja, een winnaar is klas, ja. Toen hij speelde. Op ja. elk gebied, of hij nou op een smerige manier moest of, ja. of op een voetballende manier, dat maakt hem niet uit. En daar hou ik al van. Dus ja, en zondag was natuurlijk top gespeeld, ook tactisch heel slim gespeeld. Tegen Ajax, ja. Dus ja, ik ben wel fan van hem. PSV speelt komende zaterdag hier in Breda in het Radverlegstadion tegen NAC. Nou, daar ben ik geen fan van. Dat gaat zeer doen, denk ik, of niet? Nou, telraampje mee op de tribune? Nee. Doep te tellen van PSV? Zo moet niet krijgen. Nee? Nee. Dat kan wijzigen. Ja, er zal hier toch al een keer wat gaan gebeuren. Ook in de koppen van de spelers. Mag toch open, hè? Ja. Ja. Dus, ja, ik... als ik NAC was, dan ging ik gewoon vanuit dat ik ging winnen. Kom je nog wel eens een keer terug naar Breda, naar NAC, om te trainen? Ik hoop het, ja. Ja. Kijk, ervaring zat, hè, zou je zeggen. Ja. Ik heb 25 jaar gewerkt dus, en altijd super naar mijn zin gehad. Ja. En daarom slagen we, dat hoort er gewoon bij. Ook maar... jij bent een van de missers, ja. NAC natuurlijk. Ja. Nou ja, nou, dat is even luisteren daar bij NAC.